Vandaag wil ik het hebben over die boeken die bepalend zijn geweest voor wie ik nu ben. Boeken waarvan de ideeën niet alleen mijn blik hebben veranderd, maar ook mijn leven. Het boek dat me de middelbare school doortrok. Het boek dat ervoor zorgde dat ik filosofie ging studeren. Het boek dat me op de grond liet slapen. Het boek dat ervoor heeft gezorgd dat ik samen met Lieske ben. En het boek dat mij liet verhuizen naar Zutphen en vader worden. Ja, dat is nogal wat. Dus bij deze, de 5 boeken die mijn leven hebben bepaald. Wat toch gek blijft. Zonder deze 5... was deze Floris er niet geweest. Als eerste het boek dat mijn middelbare school bepaalde. Het ligt nog bij mijn moeder, denk ik, hoop ik. Hey mam. Hi. Weet jij of mijn oude boeken, of die daar nog ergens liggen in een van die verhuisdozen? Dat zou kunnen, want ik denk dat er nog een doosje is met spulletjes van jou. Patiently waiting on my dreams to come true. Hoping and praying one day that they do. Oh, I don't know how. Hier moet het in liggen. Just patiently waiting till then. Goed, het is misschien niet het coolste boek om als filosoof mee te beginnen, maar het is wel de boekenreeks die mij door de middelbare school heen trok. Het is wel een beetje overbelicht nu. Ja. Als kind voelde ik me niet heel cool. Ik had niet heel veel vrienden, ook niet heel weinig, maar ik voelde me altijd een beetje het buitenbeentje. Dat sentiment werd perfect gevangen door Harry Potter. Ik las het eerste deel toen ik 11 was en net als miljoenen andere kinderen dacht ik dat ik niet perfect in de wereld paste en hoopte ik stiekem dat ik ook een tovenaar was. Ik had in die tijd zelfs een brilletje en een litteken op mijn voorhoofd. Wat heb ik vaak uit het raam gekeken of er niet een L aankwam. Ik denk dat de ultieme magie van de boekenserie is en blijft de mogelijkheid dat het ook anders kan. Dat je als een nerd zoals ik met niet te veel vrienden voorbestemd kan zijn voor iets groters. Ik krijg meteen zin om het nog een keer te lezen. Misschien maak ik daar wel een filmpje over. Want als er één reden was dat ik tijdens de middelbare schooltijd überhaupt bleef lezen en bleef geloven in de kracht van boeken, dan was het wel Harry Potter. You're a wizard, Harry. Na de middelbare schooltijd ging ik bedrijfskunde studeren. In de praktijk kwam dat neer op 7 weken gamen en series kijken en dan dankzij een gekochte samenvatting de vakken halen met nipte voldoendes. Laat ik het zo zeggen, het was niet de beste tijd van mijn leven. Achteraf kan ik ook alleen maar zeggen dan dat ik in die tijd depressief was. Tot ik de filosofie leerde kennen, dankzij dit boek. Daarvoor behoorde ik tot dat deel van de mensheid die filosofie en psychologie door elkaar haalde. Het was op vakantie in Oostenrijk en mijn ouders hadden me meegesleept naar een museum. Ik ontsnapte naar het museumwinkeltje en daar lag het. A Little History of Philosophy. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik weet gewoon niet meer waarom ik toen dit boek heb gekocht. Ik weet alleen dat toen de rest van mijn gezin uit het museum kwam, ik daar op de stoep zat, diep verzonken in dit werk. Ik dacht, wow, er zijn gewoon mensen die hebben nagedacht. Kijk, het bevat korte verhalen over het leven en denken van een 40-tal filosofen. Plato, Epictetus, Mill, Nietzsche, Hannah Arendt. Het gaat over ken, leer, metafysica, macht. Alles was nieuw voor mij. Het was misschien wel de hardste trip uit mijn leven. Down the rabbit hole naar een wereld waarin de essentiële vragen werden gesteld. En alles wat ik al dacht op losse schroeven werd gezet. Yes. Lekker man. Daar. Die middag werd het zaadje geplant. Dat was de onbewogen beweger die de causale ketting in gang zette, tot ik uiteindelijk het verzameld werk van Plato kocht en filosofie ging studeren. En ik kan zeggen, dat was de beste beslissing van mijn leven. Het Haaggebouw op de Erasmus Universiteit werd mijn Zwijnstein. You're a philosopher, Floris. Een van de redenen dat ik daarvoor bij bedrijfskunde was beland, is dat ik uit een ondernemersgezin kom. Mij werd geleerd dat het hoogst haalbare goed in het leven is veel geld verdienen. Het is achteraf dan ook geen wonder dat ik precies die filosoof interessant ben gaan vinden die de relatie tot bezit om hebben gekeerd. Hallo Stoïcijnen, hallo Epictetus. Bij hem staat iets anders centraal
de deugd. En bezit, ja, leuk als je het hebt. Het is verkiesbaar, maar moreel gezien is het neutraal. Dus als je alles kwijtraakt, moet je ook zeker niet janken. Epictetus schrijft terug op een andere filosofische school die nog strenger antimaterialistisch was, die van de cynici. De meest beroemde cynicus is wel Diogenes van Sinope, die onder andere zo beroemd is omdat hij zo weinig bezat. Hij sliep in een ton of in een kruik, afhankelijk van wie je moet geloven. Er is een beroemde legende dat hij twee dingen bezat, een knapzak en een beker om uit te drinken. Toen zag hij een kleine jongen uit zijn handen drinken en dacht hij, wat ben ik al die tijd stom geweest? En hij gooide zijn beker kapot, zodat hij ook uit zijn handen kon drinken. Dit was geen minimalistisch leven vanuit een ecologische overtuiging, zoals tegenwoordig hip is. Maar volledig vanuit het idee dat het enige wat uitmaakt de deugd is en dat bezit corrompeert. Wat je bezit moet je onderhouden, beschermen tegen andere mensen die het ook willen hebben. En je zal dingen moeten doen die je eigenlijk niet wilt doen om het te behouden en het te verkrijgen. Dus ook ik begon aan een minimalistische tour. Waar kan ik zonder? Ik hield mijn bekers, maar ik verkocht mijn bed en ik sliep jarenlang op de vloer. Het was een paar weken wennen, maar daarna was het prettig. Ik voelde me vrij. Ik kon overal slapen. Dat was chill, tot ik wat meer begon te daten. Floris, wel cool dat je op de grond slaapt, maar verwacht je dat ik dat ook ga doen? Ja. Oké. Okay. Ik had tegen vrienden gezegd, degene die zo gek is om bij mij op de grond te slapen, daarmee ga ik trouwen. Maar toen werd het vakantie. Ik ging op reis met een stapel boeken en 's avonds belden ze. Ze zei dat ze verliefd op mij begon te worden, daar totaal geen zin in had, of we er alsjeblieft mee konden stoppen en of ik nooit meer contact met haar wilde opnemen. Is goed, zei ik. Ik denk ook dat ik me op iedere andere dag van het jaar aan die woorden had gehouden, maar laat ik net op dat moment misdaad en straf aan het lezen zijn van Fyodor Dostoevsky. In Misdaad en Straf overtuigt de hoofdpersoon Raskolnikov zichzelf ervan dat het oké is om een moord te plegen op een oude, gemene woekeraarster. Dit zijn wat de eerste 100 pagina's van het boek, waarin we als in een koortsdroom heen en weer geslingerd worden in zijn gedachten en zijn handelen. Dit gaf mij zo'n gevoel van vrijheid. Bij de Stoïcijnen is er de eis dat je altijd redelijk bent, rationeel en dat je gedachten met elkaar in overeenstemming zijn. Bij Dostoevsky mag er meer eenvoudigheid er in al zijn vormen zijn. Als geen ander laat hij zien dat je voortdurend met jezelf in tegenspraak wilt. Je wilt iets en je wilt iets niet. Voor de Stoïcijnen kan dat helemaal niet. Maar voor Dostoevsky is dat precies wat ons mensen maakt. Dus Floris, de Stoïcijn, zou die avond op tijd naar bed zijn gegaan, hebben gedacht hoe zij over mij denkt en dat zij ermee wil stoppen ligt buiten mijn macht. En dat dien ik te accepteren. Maar Floris na 100 pagina's Dostoevsky dacht, nee. En hij ging die avond naar een cocktailbar en hij werd ontzettend dronken. En hij struikelde 's ochtends over het strand. En daar ging hij schrijven. Die liefdesbrief was de eerste, de meest rare, de meest kronkelende, de meest sentimentele en de eerlijkste liefdesbrief die ik ooit geschreven heb. Vol spelfouten, vol tegenspraak, vol leven. Precies in de geest van Dostoevsky. Op zo'n meisje kan ik verliefd worden, maar ik wil het niet. Ik wil geen slaaf zijn van mijn passies. Fuck Hume, maar fuck ook de Stoa. Ik wil ook wel verliefd worden. Wat is die zogenaamde gemoedsrust waar ik normaal in verkeer nou waard? Dodelijk saai, dat is het. Ik ben zelf al in de kist gaan liggen. Ik ben te laf om verliefd te worden, te verknocht aan mijn coma. Ik weet het allemaal niet meer en ergens is dat ook wel lekker. Het zijn de eerste tekenen van leven. Ik zal jullie de beschrijving van de daaropvolgende kotscène besparen, maar zo eindigt het. Ik denk dat dit een klote streek is dat ik dit ga versturen. Ik had radiostilte beloofd. Laat dit maar het bewijs zijn dat ik geen redelijk mens ben. En wat denk je? Ik hoorde dagenlang niks. Na de vakantie hebben we elkaar weer gezien en we zijn nog steeds samen. Dankjewel, Dostoevsky. En het was een andere rust die me voorbij deze turbulente fase hielp om een minstens zo grote sprong te maken. Ik ben niet iemand die heel snel huilt tijdens het lezen, maar Tolstoy kreeg het twee keer voor elkaar met Anna Karenina. Waar ik mij als 11-jarig jongetje identificeerde met Harry Potter, voelde ik mij nu Jovin met zijn uitgesproken voorliefde voor een simpel leven op het platteland en zijn hekel aan decadentie en opsmuk en de stad. Een man naar mijn hart. Hij trouwde en ik huilde. Hij kreeg een kind en ik huilde. Maar wat mij misschien nog wel het meeste aantrok, was de moeite die hij eigenlijk had met zijn antimaterialistische en antimoderne houding. Op een dag gaat hij met de arme boertjes het land maaien met de hand
ongezien voor iemand van zijn statuur. En waar hij eerst moeite heeft om zijn bij te benen, gaat hij later hemel op in de lichamelijke pijn van de arbeid. Hij vindt daar een extase. Maar waar voor die andere boertjes het lichamelijke leven de volgende dag gewoon verder gaat, als ze hun baas tenminste niet bedriegen, blijft het bij hem voor iets van één dag. En dat is ook wat mij zo aanspreekt. Ook ik geef me niet volledig over aan mijn anti-technologische verlangens. Geen smartphone, wel een YouTube-kanaal. Ooit mijn bed weggegooid, maar ik had wel een bank en een stoel. Het zijn elitaire pogingen om het minder te doen, die je alleen zo kunt doen en zo van kunt genieten, omdat je de luxe hebt dat je altijd die stap terug kan maken. Oh Jovin, wat hou ik van je. Die scènes in de stad deden mij eens te meer beseffen. Ik ben geen stadsdier. Ik wil weg uit Rotterdam. Een boer worden, dat kan ik helemaal niet. Halve stappen terug naar mijn geboortegrond. Oh Jovin, door jou besefte ik dat ik er klaar voor was. Een kind. Ava, weet jij waar papa's boek is?